Net zo goed als de klanten de plicht hebben om anderhalve meter van elkaar te blijven. Precies. Ja. Okay. Dus dat gaat heel vaak goed hoor, maar ja, natuurlijk heb je altijd mensen ertussen die inderdaad zeggen, ja, ik ben hier op vakantie En dan moet het kunnen. En dan moet het allemaal kunnen. Ja. Nou. Maar goed. We hopen met deze aandachtsvestiging in elk geval. Ja. En ja, dat hoeft niet de laatste keer te zijn. We willen naast de voorlichting die we geven toch ook wel heel nadrukkelijk blijk geven van dat het wel ernst is. Ja. En dat we met de verslapping die we hier en daar zien, dat is toch wel angstig, zeg maar. Ja, klopt. Dat moeten we niet hebben. Nee. Ik wens u een hele succes. Fijne dag verder. Ja, dank en dank even voor de interruptie. Ja, aan het terras van de café de Geren dan. Waar is de planten bij? Ja, ik ga het mandje. We krijgen ook best wel goed wat agressievere planten. Ja? Ja, ja, daar hebben we ook echt op. Dat ze het onzin vinden of dat ze het gewoon niet willen. Ja, als je het niet wil, dan ga je gewoon naar buiten. Ja. Dus, dat is jullie advies dan ook. Ja, ja, u hoeft het niet. Als je het kunt realiseren, moet je het doen. Dat houdt in dat ik een voertuig moet betalen. Kom de deur blijven dan niet. Met een paar dingetjes dat het bij de pashoekjes heel eventjes, maar dan hebben we dan zet je weer op, je kan even aanstaan of je stuurt wat mensen, want het gebeurt er aan de familie die bij zitten. Ja, die blijft dan.